Hoi, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag, zoals je kan zien, een sushi mukbang voor jullie. Dit is mijn allereerste sushi mukbang en ik dacht, why not, let's give it a try. En yes, ik weet ook echt totaal niet wat ik moet gaan doen in deze video. Waarschijnlijk moet ik gaan eten, dus ga ik maar doen. Ik heb sushi gehaald en ik heb een sushi kani en een, wat is het, een uramaki. Deze is zalm bij en dat is nigiri zalm en uramaki California. En hier heb ik mijn ei, mijn komkommer, tonijn en surimi of zoiets. Nou, ik had echt zo zin in deze video filmen. Echt. En ik heb nou ook zo'n honger. Ik heb waarschijnlijk te veel gehaald, dat heb ik altijd. But I don't care. Nummy. Oké. Okay. Dat heb ik weer, hè. Ja. Heb ik weer. Ik kan niet normaal eten. Zoals je kan zien. Dus gaat het lekker fout. Yummy. Oh, het is zo'n tijd geleden dat ik sushi op heb. Ik vind het zo lekker. Het is echt mijn lievelings. Oké, de zalm is goed gekeurd. Dan gaat die andere openmaken. Ik kan thuis niet met stokjes eten, dus vandaar ik met een vork eet. Maar maakt niet uit, dat ga ik eens proberen. Oh, ik ga die zalm doen. Nee, die tonijn is ook echt lekker. Als we zo doorgaan, is deze video zo meteen gevuld met alleen maar eten en niet praten. Ik film deze video nou om 2:30 middags, want ik moet over een uur en een kwartier moet weg om mijn nagels gaan doen. Mijn papen weg, dus... Ik dacht, laat ik deze video als tenminste filmen. Super slim. Ik mors echt altijd met eten en drinken. Het is ongelofelijk. Maar even serieus, het is nou alweer november. Kan je nagaan hoe snel het december is. Echt super leuk. Kerstmis en alles begint weer echt leuk. En kerstmis is echt mijn favoriete tijd van het jaar. Ik hou echt van kerstmis. Ik zit alleen aan het denken om ook een vlogmus te gaan doen. Maar ik werk 4 dagen in de week. En we vinden een soort van zonde om te gaan vloggen. Omdat je alleen maar ziet dat ik mijn werk ga, dat ik thuis kom, dat ik 2 keer in de week ga sporten. That's it. Ook om iets zijn. Oh, dit is wasabi, denk ik. Moet niet. Nee, ik hou heel erg veel van... Dat zwarte spul. Of stom dat ik niet weet hoe het heet. Dat vind ik zo lekker. Waar heb ik nou weer mijn telefoon gelaten? Even kijken of de California lekker is. Ga ik het in 1 keer in mijn mond krijgen? Ja. Echt stom, ik heb vorige week mijn kies laten trekken, mijn verstandskies weer. Maar ik vergeet soort van dat het me wel gevoelig is en dat ik dan niet continu veel mijn mond kan stoppen of aan deze kant echt gaan kauwen. Want dat doet gewoon nog soms best wel zeer, best wel gevoelig is het. Ik moest even kijken of mijn vader thuis was. Want Moekie werkt, zit nu in de woonkamer. Het is tegelijkertijd ook een beetje het kantoor van mijn vader. En als hij aan het werken is, ja, dan kan ik hier gewoon niet zitten. Simpel, ik kan wel, maar moet ik stil zijn. Ik ben nou deze video aan het nemen. Het is best wel lekker om te gaan eten, want dan ga ik filmen tegelijk. En waarom pleurt het telkens uit de kraan bij mij? Heb ik er last van of zo? Ik heb gewoon te veel honger. Zelf vind ik het altijd echt super leuk om mukbangs te kijken van andere mensen. Gewoon
Het is best interessant hoe iemand aan het eten is. En tegelijkertijd aan het praten is over alles nog wat. En ik zweer dat je, ik heb gewoon echt geen idee waar je over zou moeten praten. Ik vind dat best wel lastig. Want ja, normaal gesproken als ik aan het eten ben, dan heb ik honger en eet ik. Best wel snel eigenlijk, dat is super slecht voor je, ik weet het. Maar dan heb ik zoveel trek. Dus hap, 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 slik. Klaar. Om er maar klaar met eten. Nu moet ik rustig eten. En dat vind ik best wel lastig, een soort van. Binnenkort is er volgens mij een kerstmarkt in Amsterdam. In december volgens mij. Ik ga even hier er ook heen. Het lijkt me best wel leuk om erheen te gaan. Om hem even te gluren. Echt, hoe eten mensen mijn stokjes? Nee, ik ga het niet proberen. Ik heb momenteel een bijmond. Ik mag momenteel echt niks kopen. En ik merk dat ik dat best wel moeilijk vind. Aangezien er echt een periode was dat ik echt wekelijks wel nieuwe kleren had gekocht. En ik hou van kleding echt. Ik hou er echt zoveel van. Maar als je natuurlijk elke keer wat gaat kopen en je wilt op een gegeven moment op jezelf gaan wonen, dan moet je toch denken, heb ik het nodig? En vaak heb ik het niet nodig. Dan denk ik dat ik het nodig heb en dan wil ik het gewoon per se hebben. Maar het is nou, ik ben nou ongeveer 2 weken bezig en ik heb nog geen kleding gekocht. En nou lieg ik wel een beetje, want ik heb, toen ik met Dave in Eindhoven ging, omdat we een half jaar samen waren, heb ik een nieuw jas gekocht, dat mocht nog. Maar na één à twee keer dragen was de jas gewoon kapot. Vond ik zonde. Ik ben wel in mijn no-buy-mond naar de winkel geweest om hem te ruilen. Geld terug. Trouwens, ik heb mijn geld teruggekregen zelfs. En daarvan heb ik wel een nieuwe jas gekocht. Maar ik wil €3 winst op. Dus dat telt dan tot soort van niet. Ik hoop zo. Ik zijn echt super grote stukken trouwens. Ik duw het naar mijn mond. Ja, veel voor veel. Eigenlijk wil ik ook nog een keertje zo'n real-time een sushi mukbang opnemen of een andere mukbang. Want het is best wel grappig om te zien hoe mensen dus hun video's knippen. En weet je wat echt stom is? Ik heb dus totaal geen thumbnail gemaakt. Ik heb gewoon die doos geopend, op mijn borst gelegd en ik ben eigenlijk vrijwel meteen gaan eten. Oh jee. Ja, nou weet je wat ik toch gewoon ga doen? Zo, even snel een thumbnail gemaakt in het midden van mijn video. Echt super slim dus. Zie ik hier nou staan? Oh, kijk nou één dat mijn moeder heeft gekocht. Een sneeuwbal. Mooi. Ja, mooi. Echt super random trouwens. En wat vinden jullie ervan dat het nou echt koud aan het worden is? Ik ben echt een anti-winterpersoon. Ik haat winter. Echt, geef mij de herfst, de lente of de zomer. Ik ben dolgelukkig. Ik vind het heerlijk. Maar de winter, dat echt koud geworden, echt gaan vriezen, vind ik echt verschrikkelijk. En ik ben al zo koud, dus kan je nagaan als echt gewoon, ja, -5 of zo is. Dan ga ik echt kapot. En juist omdat ik zo koud heb, ben ik zo slim geweest om niet super warm jas te kopen. Leuk verhaaltje zou ik jullie vertellen. Ik ben momenteel aan het afvallen. En ik heet sushi. Ja. Het is zo dat ik ben een keertje echt heel veel kilo afgevallen. Daar heb ik ook een video over gemaakt. En ik was zo trots op dat lichaam dat ik dat bereikte. Maar ik had alleen maar bereikt door alleen te eten. Dus omdat ik toen van, wat was het, 86 kilo, bijna 87 kilo naar de 73 ben gegaan. Zonder te sporten, dat is super knap natuurlijk. Maar dan zit je wel met een loshangend vel natuurlijk. En dat is zo lelijk. En toen was ik weer een aantal kilo aangekomen. Dan was ik weer wat afgevallen. En ik heb na een paar weken geleden een vetmeting gehad met gewicht erbij. En hoeveel procent, weet je wel, dat soort dingen. En dat is wel voor mij, ik heb daardoor een soort van weer ingezien dat ik weer moet gaan afvallen. Dus dat gaat gewoon helemaal goed komen. En nu zit ik sushi te eten. Het is echt wonderbaarlijk.
Maar het is wel lekker. En ik eet niet zo heel vaak sushi, dus het is wel oké. Okay. Mag wel een keertje. Ik ga er toch niet op. Nee, ik krijg het echt niet op. Ik ben het type dat eten gaat bewaren. Ik sorteer wat ik het lekkerste vind. Neem ik over? Nee. Ik ben het type dat me het lekkerste bewaart voor het laatste. Maar als ik dan zo'n sushibak voor me heb, dan begin ik eerst met 1. Dus dan ga ik eerst van alles 1 proberen, dan 2. En dan ga ik keuze maken van, joh, wat vind ik het lekkerste? En ik ben momenteel heel erg verslaafd aan die sushirol met ei erin. Dat is echt, oh, I love it. En daar is hij dan. En de California vind ik ook wel lekker, maar van ban ik het niet opgekregen. Ja, dit is toch lekker. Oh. Ja, en toen kwam ik erachter. Toen kwam ik achter mijn kaart vol zat, dus ik moest heel eventjes wat gaan wissen. Oké, ik heb nog 2 van die dingen. Is wel lekker. Oh, hier was mijn telefoon. Oh, ik zit zo vol. Maar ik vind het zo zonde om het weg te gooien. Ik ben ook super goed in plannen vandaag, want ik heb een aantal klusjes te doen. Waaronder mijn kamer, maar ik was zo druk met mijn kamer. En het omzetten van alles, want dat vind ik leuk om te doen. En dat doe ik eens in zoveel tijd. Dat ik nu nog binnen een uur moet gaan stofzuigen boven en in de keukenverdieping hierboven. Want ik heb een dijkhuis, dit is zeg maar de laatste verdieping. En ik moet nog de kruidenkastje moet nog opruimen, ik moet nog pasta koken en het allemaal binnen een uur. En mijn eigen nog klaar gaan maken om weg te gaan. Ik moet 4:15 weg. Echt, soms ga ik echt voor mezelf te kijken van hoe slim ik het allemaal regel. Wat wil ik er nog doen? Het is wel lekker. Oké. Okay. Omdat het kan. Omdat het lekker is. Oh. Lekker. Ik hou van sushi. Maar deze hoef ik echt niet meer. Ik zit zo verdomd vol. Dus het is klaar met het bed. Maar wat ik het meeste bizar vind van alles is dat ik deze video aan het filmen ben. Dat er zo een kwartier voorbij is. Want ik heb echt een kwartier lopen filmen. Maar in deze video ga je ook best wel zien dat ik geknipt heb. Omdat dit natuurlijk mijn eerste sushi mukbang is. En ik heb nog niet echt een idee hoe ik dit moet gaan doen. Dus ik hoop wel dat jullie het een leuke video vonden. Een leuke mukbang. Dit is ook weer het einde van de video. Want mijn sushi is op. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe vooral die duimpjes omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat zou ik echt heel erg leuk vinden. En binnenkort komt er nog een sushi mukbang video online op mijn kanaal. Alleen dan met mijn lieve vriendinnetje Rachel. Gaat ook echt leuk worden. En dan zie ik jullie graag in mijn volgende video weer terug. Doei!